Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag gaan we het hebben over sloerheid. Sloerheid is hoe snel dat de uitgangsspanning van op kan veranderen als reactie op een stapfunctie of blokgolf als ingangssignaal. Om dit te illustreren gaan we gebruik maken van een spanningsvolger. Een spanningsvolger is dus een op waarbij het uitgangssignaal hetzelfde zal zijn als het ingangssignaal. We noemen dit ook een Unity Gain Amplifier of een buffer. Dus als we aan de ingang een spanning uh, gaan sturen, een blokgolfsignaal bijvoorbeeld van 0 tot 5 volt tegen een bepaalde frequentie, dan verwachten we datzelfde signaal ook identiek aan de uitgang te krijgen. Voor lage frequenties zal dat zo zijn, maar voor hoge frequenties gaat dat niet meer het geval zijn. Nu, dit is namelijk wat dat wij voor signalen gaan krijgen. Het zwarte signaal de blokgolf zullen we als ingang sturen, en het rode signaal is wat wij als uitgang krijgen. We zien aan het rode signaal dat we niet meer die steile flanken hebben die dat we bij de uh, blokgolf hebben, maar dat we zo van die schuine flanken krijgen. Dat is omdat de opamp de spanning van 5 volt niet meer in één keer zal aan zijn uitgang kunnen schakelen. Hij zal een tijdje nodig hebben om die spanning op te bouwen. Dat is ook wat de formule voor sloerheid zegt. De formule voor sloerheid zegt namelijk dat sloerheid gelijk is aan het verschil in spanning gedeeld door de tijd die er nodig is om die spanning op te bouwen. Nu, dit circuit hebben we ook gesimuleerd. En Hierbij zien we dat als wij een blokgolf als ingang sturen, onze uitgang tegen die 10 MHz niet meer zal kunnen volgen. In dit geval proberen we ook een spanning op te bouwen van 5 volt en hebben we er een tijd van nodig van 10 nanoseconden. Als we dat dan gooien in onze formule van sloerheid, krijgen we dat het verschil in spanning 5 volt deel door het verschil in tijd 10 nanoseconden, gelijk zal zijn aan een sloerheid van een halve volt per nanoseconde.